FC Groningen begint tegen Excelsior met aanwinst David Teixeira in de basis. Primero que nada, muy buenas noches, ¿no? No, me sentí bien, me sentí muy cómodo. La verdad de jugar en casa con nuestra gente, ¿no? La verdad lo importante era sumar de tres puntos. Y así fue, ¿no? Creo que se ganó el partido y este triunfo se lo dedicamos a ellos, ¿no? A la gente. Teixeira, ja, want die bal schiet door. Teixeira, de ruiter. En dan bij toeval Tadic 1-0. Het is een doelpunt dat past bij deze eerste helft. Rommelig, bepaalt niet vrij, maar Groningen leidt wel. Mooie beweging Bakuna. Alleen is er nog niemand echt voor het doel. Nu bijna de bal bij toeval voor de voeten van Teixeira. Sparf, goeie actie. Dan met rechts de voorzet. Leep balletje en daar is geen 2-0 voor Groningen. Wat toch wel wat gemoeten. Hoe krijg ik er niet in? Petter Andersen. De enige die ziet dat Tadic die bal moet hebben is Kieftenbelt. En dan is Tadic meteen ook weg. En is Teixeira nou met heel veel geluk weer. Andersson scoort. Maar het is weer een doelpunt dat niet geheel zo bedoeld tot stand komt. Tadic, Burnett vrij. Dat ziet Tadic toch wel. Hij gaat voorlopig nog zelf. Nog steeds Tadic. Er zijn er vier voor het doel van Groningen. En is dit geen 3-0, want Burnett schrijft de bal naast. Teixeira probeert los te komen van Smith. Dat is wel gelukt voor het doel. Bakuna vrij ook. Dan had de bal in één keer moeten komen. Teixeira wil helemaal zelf. Krijgt die bal dan alsnog voor het doel. En dan de redding van de ruiter. Nou, dus zeer geslaagde actie van Teixeira. Burnett komt mee op snelheid. Tadic voor het doel. Teixeira voor het doel. Daar is Teixeira. En daar is bijna zijn eerste voor Groningen. Maar hij komt hem net naast. Sí, creo que me siento un poco cansado porque hace tiempo que no jugaba 90 minutos, ¿no? del campeonato mundial. Pero bueno, lo importante es ponerse a tono en el correr de las semanas, ¿no? Ponerse a punto y estar preparado de la mejor manera, ¿no? Jarier, het gaat net goed voor Groningen. Kieftenbelt, Tadic. Tadic kan geven, dan is Teixeira vrij. Is zijn doelpunt daar bijna alsnog, maar krijgt hij hem niet in. Sí, quizás hoy no tuve la posibilidad de marcar el gol que tanto lo busqué, ¿no? Porque creo que tuve tres ocasiones de gol y bueno, no me pude convertir. Kieftenbelt moet ineens, kan ook ineens, Andersson. Voor het doel twee man, Bakuna en Teixeira. En daar is Bakuna maar eruit gered. Alsnog. Sí, sí, ni que hablar, como te digo, muy feliz por... Porque Matías ya ha debutado hoy en nuestra cancha con nuestra gente. Pero bueno, lamentablemente no pudimos jugar juntos, pero creo que era lo fundamental quizá para nosotros dos, ¿no? Pero bueno, creo que ya va a haber oportunidad. Yo creo que David había hecho un gran partido y bueno, y ya estaba un poco cansado, se notaba. Y bueno, y por suerte me tocó entrar, lamentablemente no pude jugar con él, pero ya ahora va a haber tiempo para eso. La verdad estoy muy contento de haber podido debutar. La verdad que es muy lindo jugar en el Bobor con la gente que apoya mucho y bueno y se merecía este triunfo. Groningen wint met 2-0. Het hadden er zeker in de tweede helft veel meer kunnen zijn, maar uiteindelijk de tweede overwinning van het seizoen en dat wordt gevierd, want die was hard nodig.